linksom. Runnertje met bord. En Antwerpen weer in de aanval met Friedrichsson. Balletje naar buiten naar Tibby. En die schiet hem 3 punten erin. Jalen Hens meldt zich in ieder geval bij de tafel om erin te komen. 3 punten van Tibby. Hij is alweer een goede aanval van de Belgen. Helemaal prima. Lopen. En neem maar. 10 minuten bezig en er staat 7-6. Geeft Tennet Giants Antwerp weer de kans om wat dichterbij te komen, wat meer in de wedstrijd. En Markel Brown staat helemaal vrij. Brengt een verschil op 11, grootste verschil in de wedstrijd. Oh nee, dat was dat 13 natuurlijk nog een keer. Friedrichsson. Ja, Martin Hoekstra. Lekker wedstrijd hier, 5 mei al. Hakenworpje van Kroetwig. Zijn eerste field goal. Eerste score van hem. Hij heeft net zoveel punten gescoord als Dunn. Vrije 3 punten voor Tibby. Ah, mooie bal, mooi gespeeld. Naar de Jong. Met de bal niet, 6 seconden nog. Ja, ik heb geen idee wat je nou... Brown helemaal vrij gespeeld. Ik vind zo'n dunk natuurlijk wel lekker, zeker van een guard zoals Bouwknecht. Dus ik kan er ook wel iets bij voor. Ja, dat was tegen Antwerpen in Antwerpen. Of was in Antwerpen, pardon. En Donau won die wedstrijd. Ja, inderdaad. Mede dankzij mooie onderhands erin gelepeld door Van den Einde. Ja. Dus een soort home-and-home series. Leiden eerst thuis, dan uit in de Vlaamse havenstad. Hier turnover. Wordt dit een dank? Ja, kijk, zo doe je dat. Antwerpse fans ook nog volop in de wedstrijd. Giants, Giants, mooie floater over de uitgestrekte arm van Mietka door Brown. Wat moeite daar bij Friedrichsson, maar goed opgelost. Mooie schijnbeweging, een beetje Bob Cousy-achtig. En aanvalsrebound voor de Giants. Schotklok is, is wel gereset. Drietje, gecontest. In en uit en in. Ga staan als je voor Leiden bent. Wordt dit een blok? Over Dunn heen. Slam dunk. Nu heeft hij hier de eerste rij. Om langs die verdediger te komen. Schitterend gedaan. Het publiek is echt ontbrand. Draai je om. Luc van Bree die stond met zijn rug daar te verdedigen. En nu was opeens... Oei, oei, oei. Hele strakke, vlakke 3 punten hoor. Vecht in de post. Twee big guys onderdoor gestapt. Knap gedaan hoor. Heel goed gedaan. Nee. Er staan nog 2 fouten op het bord bij Leuven of bij Antwerpen. We hebben net al 3 punten van Mika missie gaan. En ik zie Mika inside helemaal niks doen. Ja, en dan is het een killer shot van uiteraard Tibby. Lukte niet. Dan een stop. Publiek vol op de banken. Verre bal zeg. Alsof je nog niet weet dat die Tibby kan schieten. Maar besloot hem uit te pasen. Dit keer schiet Tibby mis. En de jongen pas op de turnovers. Ja, Leiden volgens mij voor de eerste keer in de tweede helft op voorsprong. Je ziet dat we in QE zitten. E van extra time. En hier is het gelijk door Rogiers. Ja, de bal gaat lekker rond. Korte, simpele paasjes bij Antwerpen en dan een flitsende actie. And one, fout van ongelukkige Bouwknecht. Maak een hardere fout. En hou binnen, hou binnen, hou binnen. Ja. De boet is, vond geen teamgenoot. Oeh, weet daar wel, zonder fout te verdedigen. En nog een keer, goed doorgepaast, zeg. Slam, dank. Hadden ze misschien liever anders gezien met die reis naar Istanbul voor de boeg. Maar ze knokken er wel voor, dat is het mooie. Geven het publiek een eerlijke avond, geven het publiek... Ja, weer een dunk, weer een Rogiers. Tibby in de gaten inderdaad. Rim protection. Ja, goed gedaan, uitgestrekt. Oh jongen, waarom geef je hem aan
Je moet je aan je point guard geven. Die geeft je nooit aan Toeboetes, die bal. Die moet je...